Voor de 49ste keer kwamen nabestaanden en andere betrokkenen vandaag samen op Brombeek om de slachtoffers te herdenken die gevallen zijn bij de aanleg van de Burma-Siam-spoorweg. In de Tweede Wereldoorlog lieten 3000 Nederlanders het leven als gevangenen van de Japanners. Na zoveel jaar herdenken is de dag uitgegroeid tot een soort reunie. Nou ja, een dag van samen zijn en elkaar ontmoeten. En door de jaren heen zie je veel dezelfde mensen. En dat raar, ja, dat worden toch op een gegeven moment vrienden en bekenden van elkaar. De belangstelling voor de overleden dwangarbeiders van de Dodenspoorweg groeit nog jaarlijks. De aanwas van jonge mensen is opmerkelijk. Ja, daar zijn we ook heel erg blij mee. En daar proberen we ook heel veel effort in te steken. We doen met het Aardheem College werken we samen. En ook kleinkinderen en achterkleinkinderen zoveel mogelijk bij deze herdenking te betrekken. Na het volkslied, een minuut stilte en de kranslegging is er nog het defilé. Een enorme stroom mensen legt nog een bloemetje onder kransen. De drukte is volgens de organisatie onder meer te danken aan de unieke locatie, landgoed Brombeek. Hier staan heel veel herdenkingsmonumenten voor de Indische geschiedenis. En daarom is dit wel een hele belangrijke plek voor ons om hier telkens terug te blijven komen. En we hopen dat dat ook nog lang zo mag zijn.